Vandaag zijn de eerste rondes van de live audities van de tocht. Dus we hebben hier allemaal deelnemers en die gaan vandaag hier live voor ons auditeren. Voor ons is dit ook een moment dat die liedjes, die we al lang kennen, niemand kent ze nog, maar wij kennen ze als team natuurlijk wel, dat die gaan leven, dat je ze hoort klinken. En dan krijg je voor het eerst kippenvel van iets wat je al een tijdje kent. Dus ik vind het echt een magische dag waar we mee bezig zijn. Ik laat de regel uit de middeleeuwen niet mijn leven laten bepalen. En ik moet die hele fucking boerderij niet. Maar over de grenzen kun je nog eens verdomme een pak melk kopen, omdat geen hondje kan verstaan. We moeten inderdaad wel rekening houden met een aantal beperkingen vanwege corona. Dus die 1,5 meter afstand die we moeten houden. De acteurs kunnen niet dicht bij elkaar komen. Ze spelen op 2 platons eigenlijk. Maar de ruimte is wel zo gemaakt dat ze echt interactie kunnen hebben. En doordat we zo'n grote afstand hebben, zou het ook afstandelijk kunnen worden. Nou, dat hebben we weer voorkomen door het een soort huiskamersfeer van te maken. Huiskamersetting, waardoor het wel groot is opgezet, maar wel klein moet voelen. Weg idee, wij vrienden in de dochter. Zijn we vrienden? Wij met z'n vijven. We krijgen echt steeds beter een indruk van wat willen wij zelf eigenlijk, omdat je zoveel verschillende kleurtjes hoort, zeg maar. Echt acteurs van alle snit, van alle komaf. Gewoon van heel dichtbij tot heel ver weg. Van voor ons totaal onbekend tot heel bekend. Ja, ik heb de hele dag al een beetje kippenvel en ik hoop dat ik dat mag houden de komende periode.